ik weer kijk naar een nieuwe video. Of nou ja, weer kijk. Long time no see, jongens. Dit is weer een van mijn echte eerste video's. Echte eerste video's. Ik heb deze laatst gefilmd. Ik ging mijn badkamer helemaal schoonmaken en opruimen. En ik dacht, weet je, ik doe de camera gewoon weer aan. Dus dat is eigenlijk de eerste video die ik weer sinds tijden dus heb gefilmd. En daar kijk je nu naar. Ik heb de afgelopen tijd natuurlijk niet geüpload. En waarom en wat en hoe. Al die updates, dat vertel ik eigenlijk in een video die, als het goed is, al online staat. Dat moet ik nog filmen, maar ik denk dat ik dat eerder online zet dan deze video. Dus ik zou zeggen, check die video even. Als het goed is, is dat mijn recente video. Ik dacht nieuwjaar, lekker fris van start. Dus ik ben mijn badkamer gaan opruimen en schoonmaken. Ik heb daar wat laadjes en kasten staan die echt een puinhoop zijn waren. Ze zijn nu weer netjes. Dus dat ben ik ook helemaal gaan uitzoeken en organiseren. En dat proces laat ik ook in deze video zien. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Ik ben Floor. En ik zou het super leuk vinden als jij gaat abonneren op mijn kanaal. Het is geheel gratis en daar maak je me echt ontzettend blij mee. Doe even een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, de badkamer is op dit moment best wel een beetje toe aan een opruim. En nou ja, schoonmaak niet per se, maar wel echt een opruimronde. Er liggen wat handdoeken. Nou ja, dit kan sowieso wel even schoongemaakt worden. Dit kan allemaal in de was. En voor de rest overal even een doekje langsheen halen. Wat organiseren. En ik heb hier heb ik allemaal, ja, prutjes liggen. Echt van alles en nog wat. Dit is zeg maar, bij mijn vader hadden we toen bedacht dat we al onze minis en zo hier gingen neerleggen. Maar ja, dit is natuurlijk even helemaal overdreven. Dus ik wil dit even uitzoeken. Kijken wat nog wel goed is en wat ik echt gebruik. Die borstel kan ook echt even haarvrij gemaakt worden. Wajeejo. Het moet gewoon even uitgezocht worden en schoongemaakt. Dat is gewoon, ja, daar heb ik ook helemaal zin in. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Ik heb dus gisteren op Insta Stories mijn laadjes hier helemaal opgeruimd. En dat heb ik laten zien op mijn Insta. Als je me daar nog niet volgt, dat is Floor Delver. Maar ik wil dus nog wat bakken halen. Van die IKEA bakken die hier perfect in passen. Zodat ik eigenlijk vooral mijn ondergoed hier zo wat beter kan, ja, ordenen. Ik heb hier bijvoorbeeld allemaal scrunchies in dit mandje. Hier een mandje en hier een mandje. En dan hier nog een doos. Maar ik wil dat gewoon allemaal van dezelfde soort. Dus ik ga dat bestellen van de IKEA. En dan ga ik dit gauw nog helemaal ordenen. En ik denk dat ik dat dan gewoon in een vlog ga laten zien. Dus ja, stay tuned. Dit is allemaal voorraad. Dit heb ik ook uitgezocht. Al ziet dat er niet zo uit. Maar ja, dit kun je ook niet echt in bakjes of zo doen. Want dit is gewoon mega veel en groot. Ik heb hierachter wel een bakje met minis. Dus ik denk dat ik die bakjes ga bestellen. En dan dit een andere keertje nog helemaal ga doen in een vlog. Maar voor de rest ga ik dit nu helemaal opruimen, schoonmaken. Dus let's get started. Mocht je nog niet weten, dit is een badkamer die ik heb in de studio hier bij mijn vader. En daar woon ik nu ook. Dus dat is gewoon echt heel erg chill. Dus ja, dit hebben we... Wanneer hebben we dit eigenlijk gebouwd, Sam? Ik weet het niet meer. Een jaar terug, anderhalf jaar of zo? Zoiets. Dus ja, op zich nog best wel allemaal nieuw. Op zich, heel nieuw. Dus let's clean it up. Het is nodig. Oké, ik heb hier een sponsje. Dat vind ik altijd wel chill om te gebruiken. Zo'n schuursponsje. Die komt van de Xenos. Een afwasborstel. Die vind ik ook chill voor de wasbak. Om daar echt een beetje mee goed te schrobben, zeg maar. En een droge doek waar ik dan mee langs ga om alles nog een soort van af te nemen. En dan heb ik hier nog een sopje gebruikt. Eigenlijk met allesreiniger en een doek erin om alles even af te nemen. En nog een zeem, zodat ik dat kan gebruiken voor de douche zo meteen. Ik had voor hier net douche een doucherekje gehad. Maar die past, of dat plakt, zuigt zeg maar niet op deze soort tegel. Dus dat is heel jammer. Dus ik zet het nu eigenlijk altijd hier gewoon zo op. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel netjes of zo. Ik ben trouwens echt geen opruim... expert of schoonmaak-expert of zo. Maar ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. En ik vind het allemaal wel prima. Als het maar schoon is. Oké, ik heb hier dus een soort van wasmand. Dus gewoon een tas. En als die vol is, breng ik die gewoon eigenlijk naar de was toe. Maar dat is allemaal bij mijn vader binnen. Dus die is nu wel echt vol. Dus die kan weg. En dan heb ik hier de spullen die ik net uit de douche heb gehad. Ik ga even kijken. Nou, die scrub van Rituals gebruik ik niet elke dag. Dus die ga ik terug doen bij de scrubjes. Dit vind ik wel heel chill om te gebruiken als ik aan het douchen ben. Dus zo'n face wash van de Body Shop vind ik heel chill met zo'n Foreo. Dus dat is top. Dit is trouwens echt een hele chiller van AliExpress. Die heb ik daar ooit besteld en die doet het nog steeds. Dus echt heel blij mee.
Dus het is helemaal niet van Foreo, maar het is een soort van lookalike-achtig iets. Op dit moment gebruik ik deze voor ja, mijn lichaam om mee te wassen. Deze is zo ontzettend lekker. De Dove Winter Limited Edition. Echt een aanrader. Ik vind het dus echt lekker om per seizoen verschillende wasdingen en zo te hebben. Bijvoorbeeld in de herfst heb ik van die pumpkin wasdingetjes. En nu met kerst en zo had ik echt zo'n kerstgeur. En nu dan winter, want het is winter. Dus ja, ik word hier helemaal gelukkig van. Zo lekker is die. Die kun je trouwens gewoon kopen bij Medicamenten die Grenzen. Ik heb hem zelf bij de DM in Duitsland gehaald. Maar in Nederland kun je het ook gewoon halen. Shampoo, conditioner, zilf shampoo. Dit gebruik ik op zich allemaal wel. Dus dat ga ik zo terug de douche weer in doen. Oké, ik ga dit toch hier in een laadje doen. Zodat het wat netter is. Maar dit gaan we zo dan opruimen. Tijd om dit schoon te maken. Dan heb ik nog een hele goede tip. Tenminste, dit doe ik heel vaak. Ik doe dit ding weer dicht. En dan ga ik water koken. Het kookt water giet ik hierin. En doe ik er wat olie in. Van die etherische olie. En dan citroen. Dat ruikt zo lekker. Heel de badkamer gaat nu ruiken naar citroen. Echt super lekker. Badkamer is heerlijk schoon. Nou is het tijd om deze laadjes uit te zoeken. Daarvoor heb ik dit bakje nog die ik kan gebruiken. Ik ga nu eens even kijken wat weg kan, wat niet weg kan. Ik begin met de eerste la. Wat een beetje irritant is, is dat hier zo'n gat zit. Maar goed, dat hoort gewoon eenmaal hier. Ik heb hier dus een zeepomp. Dus ik dacht misschien, want de prullenbak naast de wc heeft precies dezelfde print. Dus misschien kan ik die ik daar heb staan overgieten in deze. Dan heeft hij gewoon een mooie houder. Ik heb hier maandverband. Dat kan ik misschien allemaal wel hierin doen. Tampon, maandverband. Zo. Even kijken. En hier zo heb ik micellairwater, deo. Mannendeo. Ja. Echt van alles wat eigenlijk. Tandpasta. Eigenlijk allemaal dingen voor het gezicht. Geurtjes, deo. Dat soort dingen. Ik heb hier een dagcreme van Glam & Glow. Maar ik vind deze niet fijn. Dus die ga ik gewoon wegdoen. Kijk, deze vind ik heel erg fijn. Dit is van Diego Dalla Palma. Een soort ja, cleansing butter. Die is echt heel chill. Hiermee kun je eigenlijk je make-up resten eraf halen. Het lijkt alsof ik die niet vaak heb gebruikt. Maar al best wel vaak. Ook lekker voor tijdens het douchen. Dus deze ga ik zeker hier laten. Een desinfect voor je handen. Die kan ik beter in mijn auto of zo gaan leggen. Dit spiegeltje kan ik wel weg. Dat gebruik ik niet. En een body mist van Rituals is wel chill. En een parfum. Die zet ik gewoon bij mijn parfumstash neer. Zo, even een schoonmaakdoekje er langs gehaald. Nu is het weer helemaal schoon. Ik denk dat ik hier wat doekjes leg, make-up doekjes en wat watjes. En dan hier een beetje de rest van de producten. Ik heb hier een masker van Dr. Van de Hoog. Maar ja, die is al best wel oud. Die gaat gewoon weg. Deze drie dingen gaan weg. Die ga ik overgieten in dat potje. En dan heb ik hier zo dit. Een beetje de gezichtdingen. Maandverband of zo. Tandpasta en dan hier de rest van de producten. Door naar deze lade. Nou, en hier heb ik echt heel veel minis en dat soort dingen. Ik heb een borstel. Daarvan kunnen al die haren er wel uit. Ja, die tangen en zo. Dat is ook de enige optie dat dat hier ligt.
haarmasker ding. Deze scrunch ga ik wegdoen. Die vind ik ook niet mooi. Dit gaat in mijn andere la. Ik heb hier twee body butters en die zijn al best wel oud. Dus die ga ik ook weggooien. Die van de Body Shop. Die zijn echt niet meer goed. Dus die gaan gewoon weg. Even kijken. Ik heb hier een haarmasker. Die ga ik wel bewaren. En allemaal testers. Hier een test van Rituals. Die wil ik houden. Masker van Biore. Dat is wel handig. Argan olie shampoo is altijd handig. Die... Ja, dit soort kleine dingen, dat ga ik gewoon weggooien. Masker. Masker. Deze is ook echt heel vies. Kijk dan, dat kan gewoon weg. Ik heb geen idee wat het is. Hier nog een halve, die kan weg. Hier van de Rituals, dat is wel chill. Ook shampoo en conditioner, dat is ook wel handig. Hier een haarmasker. Een body butter, deze is heel lekker. Ik ga deze wegdoen, want ik heb daar al een haarmasker liggen. Dit is een shower oil, dat gebruik ik niet. Dat kan weg. Keratine, die wil ik wel houden. Die wil ik wel houden. En dat wil ik houden. Dan doe ik hier gewoon alle testers. Zo. Hier ook nog een tester. Hier nog een tester. Dan heb ik hier body lotions. Van de Valk. Allemaal minis. Body lotion, body lotion, body lotion en body lotion. Nou, dat past daar wel prima. Even kijken, dan had ik hier een systeem in, want dit was dan body lotion. Hier heb ik shampoos, in dit vakje heb ik alle shower gels en hierin conditioner. Kijk, ik heb hier wat producten van L'Occitane en de Body Shop, dat wil ik sowieso houden. Deze kan wel weg. Houden. Shampoo. Die kan ook wel weg. Die is al half op. Deze vind ik ook niet lekker. Dus lavendel. Dat kan ook wel weg. Door naar de shower gels. Dit is een lekkere shower gel van Hema. Zo'n mousse. Die wil ik ook houden. Een shower scrub houden. Deze is nieuw, die wil ik houden. Deze ga ik wegdoen, die is al heel oud van de Body Shop. Deze ga ik ook wegdoen van de Action. Zo, dat is ook weer een stuk leger. En dan gaan we naar de laatste. Ik heb hier een van Rituals, maar deze is echt op. Dat kan weg. We hebben hier nog een van Ritual, een conditioner. Even kijken. Dit is ook een conditioner. Allemaal conditioners zijn dit. Hydrating Hair Mask. Dat is een haarmasker. Dat kan bij de haarmaskers. Die van Lavendel doe ik weer weg. En dit is een haarolie van BioSilk. Dat is altijd chill. Dus dat doe ik ook bij de haarmaskers. Nou, en dan is dat ook weer netjes. Dan doe ik de haarkallen er nog achter. Nou, en dit ga ik allemaal wegdoen. En de badkamer is weer schoon en organized. Het is weer helemaal opgeruimd en wel. Gelukkig, was nodig. Dus ik hoop dat jij het een leuke video vond en dat je er wat inspiratie en motivatie hebt uitgehaald. Want dat hoop ik te bereiken. En ik hoop gewoon dat het ook gewoon even leuk was om naar te kijken. Gewoon... even ontspannen of zo. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jij hem leuk vond. En laat ook zeker weten wat voor video's jij de komende tijd wil zien. Ik heb al allemaal dingen in mijn hoofd. Helemaal zin in om dat allemaal te gaan filmen. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Als ik trouwens vragen krijg, wat wordt je uploaddag? Wanneer? Hoe? Wat? Weet ik niet. Je gaat het zien. Verrassing. Misschien zie je mij weer een keer op het beeldscherm. Leuk.